Dames en heren, goedenavond en welkom. Het kan, als het aan u en ons ligt, een lange avond worden op deze zender. Wij, de KRO, zijn er tot 11:50 en dan komt de NCRV nog met een nachtfilm. Laten wij maar even samen gaan kijken naar wat die KRO-programma's zijn. Het eerste is dadelijk In Therapie en dat wordt om 19:55 gevolgd door de Engelse serie Emmerdale Farm. Dan ook al Engels om 20:30 de eerste aflevering van een detective serie, maar een humoristische, de By the Back Tapes. Actualiteiten van Brandpunt om 21:50 en om 22:30 nog meer actualiteiten in het journaal. En dan om 21:50 de documentaire serie De Nieuwe Pacific. Even terug nog naar Brandpunt om 21:50 dus. En de onderwerpen van straks zijn bekend. 63% van de Nederlanders heeft na het politieke gekrakeel van de afgelopen weken weinig of geen vertrouwen meer in het kabinet Lubbers. En bijna de helft wil vervroegde verkiezingen zodat er eventueel een ander kabinet kan komen. Dat blijkt uit een enquête die het bureau Intermarkt heeft gehouden in opdracht van Brandpunt. De rechter heeft de afgelopen week de verdachten in de ABP-affaire vrijgesproken. De zaak kostte 12 miljoen gulden. En het is de zoveelste keer dat justitie een ambitieus onderzoek als een nachtkaars ziet uitgaan. Wat is er aan de hand? En Nobelprijswinnares moeder Teresa arriveerde vandaag in Nederland. We hebben straks een gesprek met haar. Vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim ontsnappen regelmatig aan een ramp. Het komt namelijk steeds vaker voor dat ze een gebied binnenvliegen waar de landmacht aan het oefenen is. Juist ja, aan het oefenen in het neerhalen van vliegende objecten. Dat zijn de onderwerpen in Brandpunt om 21:50 op dit net. Tot straks. In Therapie kon u vorige week voor het eerst zien. Het ging toen over een man die angst had zijn vrouw kwijt te raken. Vanavond weer een heel ander geval in Therapie.